mensen, mijn naam is Kassioep en welkom terug bij een nieuwe video op Black Ops 2. Inderdaad, de vorige Black Ops 2 video dateert van 10 maanden geleden. Dus zonder enige zever verder, laten we beginnen. Ik ben natuurlijk weer volledig overbelicht langs die kant. Mijn haar is weer lepra. Maar goed, zoals in de goede oude tijd ga ik weer Call of Duty spelen en gewoon een... FUCKING! Dus zoals in de goede oude tijd, ik ga weer Call of Duty spelen terwijl ik gewoon een rustige praatvideo ga maken. Met andere woorden, ik ga nutloze shit zeveren over wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven. Ik snap niet waarom mensen deze video's zouden kijken, maar ja. Momenteel loop ik ook volledig te stress omdat ik morgen naar Polen vertrek en vandaag eigenlijk een stuk of 5 video's zou moeten maken, zodat ik toch wat kan uploaden als ik in Polen ben. En natuurlijk heb ik daar goed over gebrainstormd en heb ik mijn wekker vroeg gezet om 10 uur, zodat ik al die video's rustig op mijn gemak zou kunnen recorden. Alleen, ja, ik heb me zoals gewoonlijk verslapen. Het is al 5 uur in de avond en dit is nog maar de eerste video die ik ben aan het opnemen. Wat heb ik toch een nuttig leven. Ook realiseerde ik me daarnet dat ik nog allemaal nieuwe muziek moet gaan zetten op mijn iPhone, anders ga ik me kapot vervelen tijdens de busreis. Want voor de mensen die het niet zouden weten, ik ga 20 uur lang in de bus moeten zitten. 20 uur lang tussen oude Poolse bommas en bombas. 20 uur lang in een stinkende bus. 20 uur lang in de hel. En dan moet het verkeer nog meezitten, want het kan zijn dat het nog langer gaat duren dan 20 uur. Yep, op dit moment haat ik mijn leven echt zwaar, maar echt niet normaal. Holy shit, kills, nope, ik ben dood. Godverdomme. Ah, voor de mensen die het nog niet zouden weten, ik ben op dit moment op de PC aan het spelen. Waarschijnlijk boeit dit niemand, maar ik wou het gewoon even mededelen. Nee, eventjes serieus, ik ben eigenlijk op dit moment geschiedenis aan het schrijven op mijn kanaal, want dit is de allereerste Call of Duty video op de PC op mijn kanaal. Na 3 jaar tijd, dus ik vind dat dat wel een applausje verdient. Maar oké, terug naar mijn Pools verhaal. Ik ga dus een weekje in Polen... Niets nutten. Echt niets nutten, want in Polen valt er geen kut te beleven. Behalve dan natuurlijk het gezellig samen zijn met mijn familie. Awww. Nee, maar voor de rest is er echt geen kut te beleven. Het internet is zelfs slechter dan het internet in Haiti. Nee, oké. Ik overdrijf een beetje. Zo erg is het in Polen ook weer niet. Want ik ben natuurlijk jarig op 12 augustus, dus ik hoop dat ik van mijn familie toch een paar lekstokken kan krijgen. Dat zal mijn reis natuurlijk helemaal awesome maken. Nee, maar alright, genoeg gezeverd over Polen. Ik heb hier ook al triljoenen video's over gemaakt. Telkens als ik naar Polen op vakantie ga, dan maak ik hier wel een video over. Terwijl ik alles uitleg wat er in Polen gaat gebeuren. Niks dus, er gaat niks gebeuren, dat is het juist. Dus ja, yeah, de zomervakantie. De zomervakantie is al... God knows you, de helft voorbij. We zijn vandaag de 31ste juli, wat dat dus betekent dat de helft voorbij is. En ik heb nog steeds geen fuck gedaan. Er komen natuurlijk nog leuke dingen aan in mijn vakantie, maar daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Volgende week of zo maak ik daar meer bekend over. Maar ja, voor de rest heb ik echt letterlijk nog geen reetje uitgestoken deze vakantie. Natuurlijk, ik heb een paar dingen voor YouTube gedaan, ik heb gechilled met vrienden, maar ik heb echt niks fatsoenlijk beleefd. Terwijl al de mensen op Instagram foto's zetten waarop ze op een strand liggen en de meest inspirationele quotes eronder zetten van Life is good, I love summer. Terwijl de mensen die post op Instagram maken eigenlijk gewoon willen laten zien hoe verwend ze worden door hun ouders. Of hoe bruin ze zijn geworden door de zon. Maar het punt is, dat boeit ons geen reet. Echt geen reet. Hoe bruin je ook zijt, dat boeit mij niet. Ik ga eens voor de grap op mijn Instagram een foto van Morgan Freeman zetten en zeggen dat ik goed gebruikt ben. Eens kijken wat mensen daarop gaan zeggen. Hoppa, get owned. 5 killstreak like a boss. Oh shit, er komt ze aan. Motherfucker. Geen motherfucker te zien. What the hell? Waar is die een keer ondertoe? Maar ik vraag me toch af waarom ik zeven over de mensen met hun Instagram foto's terwijl ze op het strand liggen en ik hier binnen Call of Duty spelletjes zit te spelen. Ja, ik neem mijn woorden terug. Get out. En nu vraag ik me eigenlijk nog af wat ik kan zeveren in deze video, want ik heb echt geen reet meer om te vertellen. Buiten het feit dat toen we een week geleden gingen livestreamen met een paar andere YouTubers, midden in de nacht een kerel ons wel omverrijden toen we nog buiten een crossbar challenge gingen doen. Kijk, we waren gewoon aan het lopen met 7 man over een straat, midden in de nacht, omdat we nog nachtopnames gingen doen. Opeens, op een gegeven moment, verder op een kruispunt komt er een auto aan en die slipt gelijk in films. Die slipt, die draait zich om en die rijdt BAM tegen ons aan. Allee, niet tegen ons, we konden nog wegspringen gelijk Arnold Schwarzenegger van explosies wegspringt. Ja, oké, nee, we zijn niet weggesprongen, we zijn gewoon weggelopen, maar die kerel wil ons dus omverrijden. Ik zag die kerel zijn blik gewoon in zijn ogen. Hij staarde gelijk de dood naar ons toe. In zijn blik, in zijn ogen, daar stond gewoon letterlijk geschreven: ik wil jullie dood. I don't fucking know waarom. Waarschijnlijk had die kerel te veel drugs gepakt. Don't do drugs, kids. Don't do drugs. Of loop gewoon s'nachts niet met 7 man over straat, dan voorkomt je die dingen ook. Maar goed mensen, dit was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Als jullie het fijn vonden, laat dan zeker een vaste like achter hier beneden. 2000 likes, dat zou toppie zijn. En nu ga ik wat haarlijk in mijn haren spuiten, want dat trekt op geen zak.
In ieder geval mensen, als jullie op de hoogte willen gehouden worden hoe het bij mij zit in Polen, volg me dan op alle social media. Hier beneden volg me op Twitter, Instagram, Facebook en dan kom je alles te weten. Want ik weet niet of er veel video's kunnen geüpload worden als ik weg ben. Ik ga mijn best doen op dit moment, maar ik kan niks beloven. Dus nogmaals mensen, bedankt voor het kijken en ciao!